Hey guys, welkom back. Welkom back. Even een tijdje niet gezien. Helaas hebben we een paar weken niet kunnen vloggen. Omdat we het heel erg druk hadden. We hadden het super druk met werk en allerlei andere soort zaken. Hoort er ook allemaal bij. Maar we zijn terug. Dit keer een beetje anders. Ietsjes anders. Want dit keer ben ik alleen. Zonder Anous. Dus het wordt een vlog zonder Anous, mijn partner helaas. Maar ik heb wel een hele leuke andere co-host. Die vandaag samen met mij deze vlog gaat doen. Het is een hele speciale dag. Want ik neem jullie mee naar een optreden. En van mij en een beetje een kijkje achter de schermen hoe het eraan toe gaat. En ja, ik ben daar nu onderweg naartoe. Ik ben een klein beetje laat, want ik ben een beetje laat uit huis gegaan. Niet zo slim, maar ik zie jullie zo. Aangekomen in het Bijlmerparktheater. Ik zeg echt wel, maar ik. Ik ga jullie voorstellen aan de cast. De cast van de voorstelling Taal van de Goden, want zo heet de voorstelling. De cast bestaat uit 5 dansers en 3 muzikanten. Dit is eigenlijk niet de originele cast. Er zijn 2 dansers die zijn uitgevallen vanwege persoonlijke redenen. Dus we hebben 2 invallers. Die zijn hartstikke gemotiveerd en wij zijn ook heel erg blij met hun. Ik ga jullie de eerste castmember voorstellen. En die is ook een van de originele dansers. Sa. Yes. Ik ben al vaak ook. Ik ben een van de originele dansers. Tevens ook repetitor. Dus ik. Probeer de boel in goede banen te leiden, mensen hè? Alert en scherp te houden. Zo, we hebben de zin in vandaag, net wat Mana zei. We hebben nieuwe mensen, dus extra veel werk. Alright, we gaan nu naar de volgende castmember en dat is... Ja mensen, goeiedag. Ik ben Jamal. Ik ben een van de muzikanten, een van de percussionisten / zangers tijdens het stuk. En ik doe dit met alle liefde samen met mijn liefstallige collega, de lovely Moana. Logi. Hey guys, dit is de volgende persoon. Dit is Derilio. Derilio Alexander, muzikant en zanger in Ontold vandaag tijdens de voorstelling Taal van de Goden. We don't care. Yes. Vandaag gaat Derilio ook een beetje co-hosten. Want ja, team eenmaal. Is team, hè? We gaan het gewoon doen. Oké. Boss, de boss, Aisha. De Fante. Yes, mi gore. Ik doe echt extra lang opbouwen. Zo, Mr. Director himself, but my Watson. Wat mensen, goed nieuws. Hoe heet ze weer? Dit is Taharka. Waar zijn die kleren dan? A.K.A. Daryl Fieldman. Voor vandaag alleen. Vandaag wat? Voor vandaag alleen. Morgen ben ik iemand anders. Zo? Een man van vele gezichten. Wow. Yeah. Jij moet geen lijntjes meer doen. Geen lijntjes meer doen. Geen lijntjes en geen suiker. Het gaat niet helemaal goed, hè? I'm not here. Hi Frits. Hallo.
Goedemiddag Frits. Goedemiddag. Stage for tonight. En Denisio is al ready to go. To go. Yes. Do it. Ja toch, we gebruiken de microfoon. Ik denk dat we dat gaan doen, mannen. Ja. We maken diagonaal. En dan sta ik ook alleen in diagonaal met Klebe. Oké. Okay. Dus gaan we dat eventjes zo doen bij de posities. Klebert, bij dit stukje. Maar nu was je zeg maar ook achter bij mij. Kan je hem nog daarvoor houden? Wanneer we... Hey. Hi, ik ben Pap. Ik ben muzikant van Antol. En wij hebben een voorstelling vandaag. Wij gaan lekker gezellig resten. Yes. Yes. Is een lamp aan zijn. Ja, maar ze moeten wel aan. Ze moeten even de haartjes doen voor de show. Anders is die boy niet smooth. Ja. Ja, zwaar. Hij is zwaar. Mooi suave, Rico. Suave. Ja, dat weet ik wel. Let's go, wie vast ik klap je. We gaan goed. We gaan fire in die building. Zo, Jamal, ben je er klaar voor? Jawel. Ik ben wel een beetje moe, maar het hoort er een beetje bij, toch? Het weekend was sowieso intens, of is intens, maar we waren erop voorbereid. Dus we gaan gewoon ons ding doen. We gaan het laten lukken. Ja. Taal van de goden. Lekker op een godin. Heeft ze nog niet gegeven? Het moet andersom. Andersom. Dit moet andersom. Oké. Hoi. Ik ben Denisio. Ik ben ook een van de dansers die gezellig meedanst met Moana. Ik heb er heel erg zin in. We gaan straks beginnen over een kleine 10 minuten. Dus stage 2. Ik hoop dat jullie wat beelden te zien krijgen. Oh, mooi, mooi doen. Als het maar zit. Oeh, ik moet even die spray pakken. Nisho! Je bent niet de eerste hoor. Dus mensen waarmee ik abonnement van de app heb. Mensen hebben als je in de app staat, mensen zijn gebleven. Mensen die niet in de app hadden zijn. Sorry, maar ja, snap ik. Hi. Ik ben Henny, ik dans vandaag Taal van de Goden. Ik doe het voor het eerst mee. Het is super spannend, super leuk. Volg deze vlog, abonneer de kanaal.
Stay tuned. Eerst, dank jullie wel. Voor toch de inzet, de energie. Het is een beetje, voor mij is het een beetje hectisch. Ik vind het spannend. Ook omdat ik nu extra dingetjes erbij doe, los van het dansen alleen. Niet dat je onze poten ziet, maar... Oké, 3-1 is zacht. Shit, wat gaan we zeggen? Ontrot. Ontrot, oké. 3. Mijn hart of zacht? Zacht. Zacht. 3, 2, 1. Ontrot. De periodes waarin Kemet werd overheerst door groepen van buitenaf. Het is Diggy, een zogenaamde co-presentator. Ik ben gewoon dik. Hij, ik heb hard gewerkt vandaag hoor. Ja. Ik heb niet meer veel gezien in beeld. Nou, je hebt niet meegepresenteerd, though, maar... Je hebt ook niet meegenomen, sorry. Jawel. Zo mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze vlog. We hopen dat jullie allemaal genoten hebben. Ja, voor de volgende keer zorg gewoon dat je een kaartje koopt en dan zit je gewoon live te kijken naar deze show. Weet je, we gaan het nog vaker spelen en we doen nog meer dingen natuurlijk. En er zijn 3 organisaties die je kan volgen. Dus ja. En die zijn? Ontold, Black Harmony en Eternity Percussion. Het staat hieronder. Mm-hmm. Dus ja, wees de volgende keer gewoon bij. Je mist niks. Geintje, je mist wel wat. Je mist genoeg. Je mist genoeg. Dus ja, koop gewoon je kaartje, man. En blijf ons volgen.